Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik film het heel even zo, want ik heb vanochtend best wel druk gehad. En ik moet ook op de weg letten. Dus het is belangrijk dat ik mijn handen en alles vrij heb. Ik ben op dit moment onderweg naar het ziekenhuis voor een groeiecho van de kleine. Gezegd wordt. Ik denk dat het allemaal wel goed is hoor, daar niet van. Maar je weet nooit. Je weet nooit wat je krijgt te horen. Dus bij deze. Nou, daar zitten we dan. Ik heb een CTG-scan. Krijg ik nou. Want het kindje is te klein en ze willen onderzoeken doen. Niels is inmiddels ook van uit zijn werk gekomen. Die is Jordi aan het proberen in slaap te brengen. En ik lig aan de hartslagmeter voor het kindje. Maar dat hij wat kleiner is, is niet zo erg. Maar ze willen weten waarom dat er is. Jordi was ook klein, maar dapper. En nu is het een bonk van een vent. Dus ja, we gaan het gewoon even afwachten. Maar deze onderzoeken moeten we wel even doen. En Niels? Oh, Jordi slaapt. Sst. Zo. Ik ben thuis. Ik ben al even thuis. Maar ik ben Jordi naar bed gaan brengen. Mezelf even moeten gaan liggen. Ik ben net eventjes naar de winkel geweest. Heb even een paar boodschappen gehaald. Niels heeft vandaag een personeelsfeest. Of kerstborrel. Hoe je het ook wil noemen. Ik heb ook nog niet geüpload. Ik heb er nog geen tijd voor gehad. Dat doe ik dadelijk ook eventjes. Jordi zit ondertussen even te spelen. Krijgt dadelijk even eten. Maar goed, het kindje is dus wat aan de kleinere kant, nog wel binnen de curve, dat wel. Waarom dat is, dat weet eigenlijk niemand. We gaan nou, iedere week gaan we nou echo's krijgen en onderzoeken enzovoorts. Kijken in hoeverre alles groeit en gaat en doet en... Ja, Jordi was ook kleiner, dus in principe het is niet gek of zo, maar ik moet wel wat meer rust gaan houden. Dus dat betekent ook dat ik dat ik een beetje pas op de plaats moet gaan maken. En dat ik gewoon nee op dingen moet zeggen en soms dingen moet gaan laten zitten. Dus bijvoorbeeld stel ik wil stofzuigen en ik ben echt moe, dan mag ik niet stofzuigen, dan moet ik dat voor de volgende dag laten. Of ik moet even een vriendin vragen of Niels vragen. Of in ieder geval, ik moet veel meer gaan vragen. Dus dat is een beetje wat er aan de orde is. Kan ook stress zijn, waarom dat die wat kleiner is. Dat weet niemand hoe en wat. Het kan ook met mijn gastric bypass zelfs te maken hebben. Het is gewoon dat. Natte vingerwerk. Maar in ieder geval, we gaan beter in de gaten gehouden worden. En strenger in de gaten gehouden worden. En ja, we gaan het gewoon even allemaal afwachten. Voor nu, ik ga Jordi heel even eten geven. En ik ga gewoon heel eventjes mijn dingetjes doen. Even een andere broek aantrekken, want ze zijn straks zo erg aan het duwen geweest op mijn buik dat ik gewoon echt bandenpijn ook heb. En we gaan het gewoon allemaal zien. Deze kleine vent, die is vandaag heel goed aan het poepen, want hij heeft vanavond al 4 poepluiers geproduceerd. En niet zo'n kleine beetjes. Nee, dus dat doe jij goed poepen, hè?
Ja, en hij is ook zo moe. Hij heeft net zijn flesje gehad. En hij gaat dadelijk lekker zijn bedje in. Oh, nou lekker knuffelen samen. Ja, knuffelen. Knuffelen. Oh, zo moe. Ik ga deze vent eventjes lekker zijn bedje inkrijgen. Oh. Even lekker deze vent in zijn bedje krijgen. En zorgen dat hij lekker slaapje doet. Ja. Zeg maar wel trusten allemaal. Ik ga lekker slaapje doen. En morgen weer een nieuwe dag. Ja. Ja. Ja, heb je een beetje slappe lach? Dat als hij heel moe is, heeft hij altijd slappe lach. Slappe lach, hè? Jordi is nog steeds wakker. Ik weet niet of je het kan horen. Maar ik heb net nog zijn luier verschoond en gekeken of alles goed was. Maar ze zitten waa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 
Ik hoop dat hij zo in slaap valt. Dus dat hij dus zit te doen. Het slaapt. Oh yes. Dan is het nu tijd voor mama om ook lekker het bedje in te gaan. Ik zeg allemaal welterusten. Een hele goede morgen, mensen. Ja, tuurlijk. Jordi die is lekker aan het spelen. Met de olifant. Ik heb geen idee hoe dat ding verder heet. Ik weet alleen dat hij het fascinerend vindt om aan het oor te draaien. En ik als een mafkees, ik ga overal achter die ballen aan staan rennen. Ja, ik spoor niet, ik weet het. Maar goed. Ja. Je doet het gewoon voor je kind. Het is al... Ik vind het al knap. Ik vind het al heel knap dat hij weet dat hij hier aan dit oor moet gaan draaien. En dan moet je weer aan dat oortje draaien, jongen. Ja. Ja. Stuiter op de maat. Moet je aan het oor draaien? Hallo? Koek, koek. Moet je aan de oor draaien? Ja. Moet je daaraan draaien? Nu kijk. Ja, moet je draaien in het oor. Goed zo. 1, 2, 3, start! Dat boeit hem niet. Oh, toch wel. Waar moet hij in? Stuiter op de maat. Ja, er is iets mis met dat ding, want het doet niet helemaal zoals je het hoort. Maar zolang je aan het oortje kan draaien, vindt hij het al gauw prima. Moet je goed draaien? Goed draaien. 1, 2, 3, start! Goed zo! Hallo? Oh, nou zegt hij niks meer. Net had hij nog een hele grote mond. Oh. Heel verhaal vertellen. We gaan zo'n fruithapje doen, hè? Ja. Maar wat ik nog even wilde melden. De poepings zijn weer aan hier. Ja. Hij heeft... Hij is weer goed aan het werk, hè jongen? Ja.
Ik heb... even kijken. Donderdag... Oh, kreffekus. Donderdag, woensdag en donderdag had hij moeite ermee. En gisteravond... Gisteren overdag had hij er ook wel moeite mee, hoor. Maar gisteravond is hij... wakker geworden of zo. Gisteravond... Gisteravond is hij aan de gang gegaan met poepen. En hij is nu nog steeds aan het poepen. Vanochtend 2 heerlijke, smeuïge poepluiers alweer gehad. En de goede consistentie. Het is heel vies dat ik hier nou over praat. Maar het is voor ons dagelijks leven. Dus ja, het buikje is weer helemaal soepel. Hè? Je hebt weer een soepel buikje, hè? Ja, door alle goede zorgen van mama. Ja, mama zorgt goed voor jou, hè? Ja, en nu gaan we fruithapje doen. Ja, gaan we fruitje doen? En dan wil jij zeker Boomba kijken. Of juf Roos. Nou, we gaan wel even kijken wat hij wil zien, want hij heeft tegenwoordig ook nog voorkeuren. Laat hij ook nog merken als hij het niet mee eens is. Dan wordt hij ook nog boos ook. En dan, dan laat hij ook echt merken dat hij het er niet mee eens is. Dus maar goed, wij gaan fruithapje doen en zorgen dat wat eruit komt ook weer erin gaat. Ja, gaan we regelen. Wat doet mama allemaal, Jordi? Wat doet ze allemaal? Kom hier. Kijk dan hier. Oh, papa en mama zijn er ook op. Ja. Kijk. Oh. Is ze Jordi? Mama, jou pesten. Kun je mama jou pesten? Ja. Nou, dat was eventjes ons avontuurtje hier. Bijna iedere avond voor het, hè? Ja. Before bedtime stories. Ja. Als hij maar lacht, dan is het goed. Dan gaat hij meestal wel rustig slapen. Hè? Dan ga ik zijn flesje maken. En dan zijn pyjama aandoen. En dan gaat hij naar bed. Yes. Dan ga je lekker slaapje doen. Hey, jongen. En dan gaan we daar even kickboksen kijken. Ja, maar dat is pas echt vanavond later op de avond dat die moet... Ja, maar dan moeten er nog meer partijtjes. Ik zou zeggen veel plezier. En voetbal kijken. Ja, Niels is van de sport kijken. Hij is samen met mijn zwanger. En Mandy is van het sporten. Welk sporten? Ik doe niet aan sport. Nee, mama doet niet aan sporten. Nee, mama doet aan mama zijn. Nou, ja. Ik ga zijn flesje maken. En ik ga hem nog even bevelen. Weltrusten. Zeg maar weltrusten. Zeg maar, ik ga wel slapen. Maar eerst niet even lachen. Een hele goede morgen. Gisteren natuurlijk Badahari tegen Rico Verhoeven gekeken. En... ja, zo wil je niet winnen, maar zo wil je ook niet verliezen. Dat is mijn mening erover.
Maar goed, het is inmiddels ochtend. Jordi die heeft zijn flesje al gehad en die ligt nu te spelen. Hij had met zijn verjaardag een pakje gehad van Lilo en Stitch of zoiets. In ieder geval had hij een pakje gehad. En die heeft hij aan. Kijk hoe cute. Met zijn staartje. Ja, met jouw staartje. Ja. Ben je toch allemaal weer verkleed? Het is nog geen carnaval. Ja. Is het toch cute? Maar goed. Niels en ik gaan ook even ontbijten. Niels is inmiddels ontbijt voor ons aan het klaarmaken. En dan ga ik dadelijk spulletjes klaarmaken. Want straks gaan wij naar vrienden van ons toe. De dochter is jarig. En daarvoor moeten wij naar... Is dat Drenthe of Overijssel, Niels? Ik weet niet. Het is in ieder geval bij Deventer in de buurt. Dus daar gaan we heen. En ja... Daar moet ik dus ook wat spulletjes voor klaarzetten. Vanwege Jordi. En ja, dat is eigenlijk een beetje de ochtend. Een beetje opruimen, een beetje dingetjes doen. Dus ja, laat de dag maar beginnen. Het is inmiddels alweer avond. Wij zijn vanmiddag naar een verjaardag geweest. Bij Deventer? Ja, klopt. Het is wel eens een eindje rijden, maar we hebben het gehaald. Ja, de dochter van vrienden van ons was jarig. En daar, die hebben ook een zoontje, Kian. En die heeft ook Down-syndroom, net als Jordi. En daar heb ik vanmiddag ook het een en ander van gefilmd. Want ze hebben samen zitten spelen. Ja, ze hebben heel lekker zitten spelen. Ja. Allemaal speelgoed uitgewisseld van elkaar. En, lekker... Rozen. Ja, gewoon lekker op ontdekking uit samen. Hm. En daar gaan jullie nu filmpjes van zien. En dan zien jullie je eigen. Dat is veel leuker. Ja. Vind je het gezellig zo? Ja? First impression, you OPN, we should be closer than friends, if you OPN, engaging is on my agenda, request my chariot to get ya, the door's OPN, take the hot road and hop in, monarch butterflies, you should open up, I'm trying to put your heart together, found it broken up. Going up a smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up, come to visit me. She say that she the loneliest and it's hard to open up. You OPN, hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that hot road and hop in. Open up, open up. Shutting down like a Macintosh. Open up, open up. Open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Nou, dat waren leuke filmpjes, toch? Ja, ze hebben heel veel pret gehad met elkaar. En we zijn dan nu inmiddels weer thuis, zoals jullie al in de gaten hebben. En we gaan bij deze ook de ups en down afsluiten. Ja, en allemaal wel trusten en tot de volgende. Jordi ligt ook alweer lekker inmiddels in bed. En wij gaan ook zo dadelijk een keer, denk ik.
Wel rusten allemaal. Tot de volgende. Wel rusten.